Aanslagen en islam worden vaak in één adem genoemd, maar dat mag niet. Want islam en geweld hebben niets met elkaar te maken. Hier aan tafel aangeschoven Mohammed Al en Naïd, welkom. Wat vind je daarvan? Hebben de aanslagen te maken met het islam, direct? Nee, ik zou zeggen nee. Waarom niet? Ik zou zeggen dat de aanslagen een bijproduct zijn van de war on terror die al meer dan een decennia aan de gang zijn. En dat dat een akelig bijproduct daarvan is. Als we als in het Midden-Oosten hindoes zouden wonen, die in totaal heb je nou 4 miljoen bodycounts, mensen die door westerse moderne oorlogen zijn vermoord, dan zou je hier hindoes hebben die aanslagen zouden plegen. Dus eigenlijk zeg je wat daar in Parijs gebeurde, dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Ik zeg dus dat het Westen maar één taal kent en dat is de taal van de oorlog. En dan krijg je natuurlijk chickens coming home to roost. Maar ik hoor vind hier. Het is frappant voor een profeet die krijgsheer was, om te beginnen. Maar het zijn niet allemaal één profeet die krijgsheer was. Je hebt bijvoorbeeld ook Mozes en dergelijke. Nee, we hebben het even over de main man, de hoofdprofeet van de islam. We hebben het zeg maar nou toch over de religie. Uw naamgenoot Mohammed, ja, dat was een krijgsheer. Naar andere religies. Dan zien we dus ook dat in andere religies. Ja, maar we hebben het nu niet over andere religies. Nee, we hebben het over mannen die Allah Akbar roepen en mensen naar hun zelfbedachte maker blazen. Mm. En we hebben het niet over hindoes of over boeddhisten of over christenen. Mensen. We hebben het genocidaal fascisme doen. En dat is dus dat ze gaan naar andere landen waar ze niks te zoeken hebben. Dat ze mensen bombarderen in smithereens. En dat je dan op den duur die karma terugkrijgt in je eigen continent. Nee, maar ik geloof niet in karma en ik geloof niet in God. Ja, ik geloof in mensen die zelf de verantwoordelijkheid nemen. Jongens, met de Kalashnikov een theater binnen te lopen. Daar moet u uw ogen een keer voor openen. En die het dan over Allah hebben. Niet probeert te ontkennen. Meneer, want dit is de stille, geruisloze holocaust die in het Midden-Oosten aan Wat ik heel fijn vond om te horen afgelopen dagen is dat wel leiders vanuit de islamitische gemeenschap, verschillende leiders, zeiden we kunnen niet meer ontkennen dat dit met islam te maken heeft. Klopt. Dus laten we dan gewoon kijken naar de oplossing. En dat vond ik eerlijk gezegd een hele. Ik vond het heel prettig, omdat ik maar Mohammed die zegt Mohammed zegt dan dat het heeft te maken met de oorlogen die het Westen voeren. Ja, goed. Ja, het zijn 4 miljoen mensen vanaf Voluntair tot nu. En daar hoor ik u niet over praten. Daar bent u heel erg stil in. Dan moet u beter luisteren. En dan wil ik u ook vragen. Nee, maar kijk, dit is wat er gebeurt. Ik heb afgelopen dagen, net als jij, Annabel, waarschijnlijk en heel veel andere mensen ook op social media discussies gehad. Op het moment dat we zeggen van wat is hier nou gebeurd? Dit is vanuit islamitische motieven. Klaar. U zegt, ik hoorde daar niet over praten. Ik wil graag even uit. Wat de discussie. Mag ik daarop reageren? Nee, even één seconde. Okay. Wat de discussie natuurlijk is, is van. Jij zegt, het komt door die oorlogen. Aan de andere kant is het islam er ook gewoon. Is gewoon bedoeld, zal maar zeggen. Om te zorgen dat anderen wat andere geloven en wat andere mensen denken. Dat is niet waar. De waarden die andere mensen hebben. Om die mainstream, normatief islam. Die heeft zich uitgesproken over ISIS. Die heeft zich uitgesproken over terrorisme. Die heeft zich uitgesproken over aanslagen. En daar refereert u zelf aan. U heeft het over al die talking heads die op tv komen, zoals Yasin Voorkani, en die daar een bepaald opinie over hebben. Maar dat ze dus zeggen dat een direct link is tussen aan de ene kant de aanslagen en de islam, dat refuteer ik, want. Want waarom zeg ik dat? Dat het niet waar is. Je hebt dus te maken bij die zogenaamde Muslim Talking Heads, te maken hebt met zogenaamde Munchausen by Proxy Syndrome. Dat houdt dus in dat ze. Je hebt soms een bepaalde dame of een vrouw die met haar kind naar de dokter gaat en dat kind allerlei kwaaltjes aanpraat. En op den duur gaat dat kind ook geloven dat die kwaaltjes heeft. En dat is met Yasin Voorkani en al die moslimtalkers. Het is niet zo heel moeilijk om kwaaltjes aan te praten, hè? Want het is nogal verrot ideologie. Dus je kunt het zo aanwijzen wat er allemaal niet aan deugt. Als je gaat kijken naar de 20e eeuw, als je gaat kijken naar de 20e eeuw, dan zie je dat de bodycount die hier in het Westen, in zogenaamd beschaafde Europa, dat is gewoon continent der barbaren. We gaan even de cijfers erbij halen. 60 miljoen mensen die zijn vermoord. Moment. En daar hoor ik u niks over. Nee, maar we hebben het daarom niet over. Jongens, we gaan even de cijfers erbij halen. Ja, we gaan orde. Want er is een hoogleraar, Koopmans, en die zegt om te beginnen het volgende. Om en bij de 70% van de moslims in alle West-Europese landen die we onderzocht hebben, van mening is dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de wetten van het land. Ja, dat is veel, 70%.
Nou, ik zie als eerste, ik vind het een domme vergelijking wat deze man maakt. Ik vind het een infantiele studie. En je ziet dus ook dat telkens als zo'n aanslag komt, komt deze met een update. Nee, maar deze man heeft een onderzoek gedaan. Dat ja, is niet sociologisch infantiel onderzoek en dat is niet waardevrij. Deze man hij zegt 70% vindt, van de ondervraagde moslims vindt. Ja, maar wie heeft hij ondervraagd? Ik ken de doelgroep niet. Ik weet niet wie of hij een cohortenstudie doet, et cetera, enzovoort. Dus wat ik zeg is dat deze man gewoon een larrykoek debiteert. Okay. Als, als ik u bijvoorbeeld zou vragen, meneer, uw huis staat in brand en u kunt of uw moeder of de koningin redden. Wie redt u? En nee, u zegt daarna, ik red mijn moeder en dan dat ik daarna dan conclusies aan ga verbinden. Maar zullen ze samenhangen? Deze man is een academische vagebond. U kunt hem disqualificeren wat u wilt. Maar rechtsextremisme. Nee, uw credentials hierin zijn vele malen slechter dan die van deze man. Credentials heb ik dan. Kunt u daar dan over dingen doen? Deze man heeft... Waar het om gaat, is dat wij hier een grondwet hebben. Een rechtsextremist. Nee, dat is er allemaal wollige... Ik wil even Annabel. Wij hebben hier een grondwet waarbinnen, als we die allemaal respecteren, iedereen zijn geloof mag beleiden. Waarin je dus ook moslim mag zijn. Ik onderschrijf die grondwet ten volle. Ik vind dat je moslim mag zijn, dat je dat mag beleiden, dat je moskee mag hebben, alles. Als ik merk dat 70% van de mensen, volgens een onderzoek waarvan u totaal fact-free beweert dat het niet klopt... ik was even aan het woord. Heel even, man. Als 70% beweert dat zij die grondwet niet ondersteunen... Nee, dat zeggen ze. Dan vind ik dat... Jawel, dat zeggen ze wel. Dat ze de sharia belangrijker vinden. De wetten van de Koran belangrijker vinden. En dat zijn niet mijn wetten. En daar gaan wij niet naar leven. Dat gaat niet gebeuren. Rechtsfilosofisch. Not on my watch. Rechtsfilosofisch is dat een heel goed iets. Waarom? Omdat het niet zo is. In Nazi-Duitsland zeiden de mensen hetzelfde. Die zeiden seculaire wetten prevaleren boven alles. Bevel is bevel. Er zat ze er zwart. Ja, maar mensen die religieus waren, die zeiden nee. Religieuze wetten, onze morele arbiter. Mohammed. Is degene die... Hallo. Hallo. Mohammed. Ja. Hi. Even over Parijs. Daar is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Vreselijk wat daar gebeurd is. Het bleef wel een beetje stil in de moslimgemeenschap als het hier om ging. Nou, je zou kunnen zeggen, grijpt dit nou juist aan als moslims? Ik weet niet wat stil is. Je hebt natuurlijk net refereerde deze dame dat er bepaalde mensen naar voren zijn gekomen en die hebben zich uitgesproken en uitgelaten over degene. En ik weet ook moskeeën die dat hebben gedaan. Maar waarom zouden mensen... Ik bedoel, toen Breivik, een blanke man met blond... Maar laten we focussen hierop, meneer. Het gaat over Parijs. Dat er dubbele maten zijn, dubbele gewichten. En op het moment dus dat die dubbele maten en dubbele gewichten worden... Wil jij het over dubbele standaarden hebben? Als er in Gaza iets gebeurt, dan staat de Dam vol met antisemitische schreeuwers in solidariteit met hun Palestijnse broeders. Er worden 120 man in Parijs het leven uitgeschoten. Ja, en diezelfde dag had je ook honderden mensen in Beirut. En ik heb die minuutstilte niet bij jullie gezien. Voor die mensen in Beirut een smiddendienst waren gebracht. Had ik die minuutstilte niet gezien in voetbalstadion. Maar er is zelfs Allah Akbar geroepen tijdens die minuutstilte. Er is Allah Akbar geroepen tijdens die minuutstilte. Met allerlei beschuldigingen. Nee, we hebben het over Parijs. En het gaat over het feit dat een bepaalde soort van apartheidsklasse is opgemaakt, waarin mensen uit Europa zogenaamd supreem moeten zijn, Brahmanen moeten zijn, en de rest van de wereld is untouchables. Wie gedraagt zich suprematisch? Dat gedrag wordt niet getolereerd. Allemaal weer stil. Ja. Moment, er is wel Allahu Akbar geroepen tijdens die 1 minuut stilte. Vind jij dat? Ja, ik heb het niet gevolgd. Maar vind je dat verwerpelijk? Dat is voor mij. Ja, maar vind je dat verwerpelijk? Nee, vind je dat verwerpelijk? Ik was niet in het stadion. Ik ben mijn broeders hoeder niet. Iedereen moet zelf weten. Vind jij het verwerpelijk? Ik ben mijn broeders hoeder niet. Kijk, op het moment dat iemand Allahu Akbar wil roepen in het stadion, ik was er niet bij en ik weet niet wat er is gebeurd, dus waarom zou ik daar een mening over moeten debatteren? Vind jij niet dat moslims... Iedereen moet gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En als ze dat willen doen, moeten ze dat vooral doen. Maar ik hoef me daar niet over uit te spreken, want ik ben niet mijn broeders hoeder. I'm not my brother's keeper. We gaan naar het volgende feitje van meneer Koopmans. Het gaat niet alleen maar om een groep van een paar honderd of een paar duizend actieve gewelddaders. Er is een veel groter potentieel van sympathisanten dat altijd weer als recruteringsbasis kan worden gebruikt om nieuwe mensen voor het jihadisme te recruteren. Ja, die landen is een heel reservoir blijkbaar van mensen die acties zouden willen plegen, zorgelijk.
Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die hier vatbaar voor zijn. En wat ik echt hier toch even wil benoemen, is dat er vlak na de aanslagen heel veel leiders vanuit de islamitische gemeenschap hebben gezegd, wij moeten hier nu een rol in gaan spelen. Wij nemen hier afstand van, ook al zijn wij niet verantwoordelijk en waren we eigenlijk met onze eigen zaken bezig, wat ik volledig snap. En ik hoop ook echt dat dat geluid luider gaat worden en dat dit soort geluiden, dat we die naar achteren kunnen duwen. Want ik geloof echt dat daar de oplossing ligt voor dit soort tafereelen. We gaan naar het derde cijfertje van meneer Koopmans. Ja, het onderzoek dat we gedaan hebben was in 6 landen onder de moslimbevolking. Dus niet alleen maar geweldgerichte personen, maar moslims in het algemeen. En daar blijkt uit dat ongeveer de helft van de moslims in Europa, met wat kleine variaties tussen landen, maar die landen lopen elkaar niet veel, dat de helft van de moslims in Europa een fundamentalistische invulling van de islam aanhangt. Dat betekent dat men een rigide geloofsopvatting heeft die maar één uitleg toelaat, die die uitleg ook stelt boven de seculaire wetten van het land waar men woont. En dat fundamentalisme, en dat is misschien nog graverender, gaat gepaard met een hoge mate van haat tegen andersdenkenden. Ja, andersdenkenden. Dus het zijn homo's, joden. Toevallige christenen, heiden. Dat is allemaal Larry Cook. Ja, maar dat jij het Larry Cook vindt, dat weet ik. Ja, maar ja, goed, dat heb je al gezegd. Heb je al gezegd, ik wil daar even die land. Waarom hebben we niet over die autochtonen? Waarom hebben we niet die autochtonen die niet graag willen wonen en leven naast moslims? Je hebt meer dan 50% CBS-cijfer die dat niet willen. Waarom hebben we daar niet een keer over? Waar komt die haat vandaan dan? Waar komt die haat dan vandaan? Waar komt die haat vandaan? Op het moment, kijk, dit onderzoek is interessant. Daar zie je het al. U bent zelf ook, weet u, u probeert het debat een bepaalde kant omdat het meer in uw straatje past. Maar dit geluid bent u niet gewend, meneer Rutger Kastricum. En omdat u dat geluid niet gewend bent, dan gaat u meer naar die kant kijken. Ik denk dat Rutger wel wat gewend is, hoor. Dat geluid. Ik ben het geschreeuw niet zo gewend, maar... Nee, dat snap ik. Ik snap natuurlijk dat u dat geschreeuw niet gewend bent. Maar u bent er niet... U bent lakeien, bent u gewend. Maar u dan? U bent butlers. Ja, maar volgens mij kunnen we jij bakken daarover. U bent niet iemand gewend die geen ruggengraat van roomboter en gelatine heeft en gewoon hier de waarheid komt vertellen. Maar dat is uw waarheid. En volgens mij is dat de waarheid. Wat, zijn. Wilt u ontkennen, graag aanhoren? Wilt u ontkennen dat er 4 miljoen mensen sinds 9-11 in het Midden-Oosten zijn gevallen? Nee, heeft niks gezegd over Parijs. Wilt u dat ontkennen? Wilt u dat ontkennen? En wilt u dan zeggen dat er geen reciprociteit is tussen aan de ene kant in het Midden-Oosten en wat er daar gebeurt en dat uiteindelijk dat een waterbedeffect heeft hier in het Europa? Moeten we het over... Wilt u ontkennen dat de Europeanen in hun genen gewoon genocide hebben en dat er sprake is van buitenland. Maar dit wordt een beetje waanzinnig. Misschien moet ik er even mee ophouden, want dat gelul over. Laat het hebben over Ajax Cambuur zaterdag. Ik denk dat Ajax een hele goede kans heeft. Mij interesseert voetbal niks, maar nog altijd meer dan het geraaskal van een waanzinnige over Europese genen. Ik denk dat het zo met mensen die helemaal van de kaart en die de waarheid niet willen aanluisteren. En natuurlijk ga je dan ik zie hier één iemand die de waarheid niet wil aanhoren. En ik hoop dat is iemand die de waarheid die volkomen fact-free onderzoeken van bent u holocaust ontkennen? Jongens, we gaan de holocaust in het Midden-Oosten. Allerlaatste. Ik hoop dat hier een volgende keer mensen zijn vanuit de islamitische gemeenschap die iets zinnigs te melden. Lakaien, butlers en die misschien wel de moslim hoor. Anklochtans wilt u hebben. De achterban ondersteunen. Ze zijn meer dan welkom volgens mij als ik even namens... Dat is het. We gaan aan de bar verder. Jongens, dank je wel. Dank jullie allemaal. Wilt u filteren? Ja, jongens, dank jullie wel. Dank je wel. Dit was Studio Poont. Tot volgende week.